Wie gaat voor ons land naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool? Dat ontdek jij deze week. 7 artiesten hebben elk 2 steengoede songs. En deze week beslissen ze met welke songs ze zaterdag in de grote live finale staan. Welkom bij Eurosong 2023. Vandaag nemen we je mee naar de wereld van Gala Drago. En Gustav brengt zijn Because of You. Ik ga wel koffie maken. Ik ben om 6:15 opgestaan. Ja, maar als ik een ochtendje doe, dan sta ik om 4:30. Ja, maar heavy. Ja, die is niet heavy, dat is plezant. Zeg maar, ontbijt heel belangrijk voor iedereen, of niet? Want nu zitten jullie allemaal uitgebreid ontbijten, maar doe je het thuis ook, of niet? Ja, want je hebt Albanese roots. Is dat ontbijt anders dan dit bijvoorbeeld? Oh. Ja. Ik weet niet hoe het is voor andere Albanese, maar bij mij thuis is het ontbijt echt gezond. Omeletje met feta en met spinazie. Ah ja, dus morgens spinazie en feta al. Ja. Maar het zijn zo mensen die warme groenten eten, morgens ook. Zijn er bij jullie die dat doen? Ik zou dat wel kunnen. Mm. Nee? Ik zou daar de tijd niet voor pakken om dat 's ochtends te doen. Maar ik zou dat wel kunnen. Ah, Gala, je hebt wel ook heel artistieke genen. En je laat je inspireren door kunst. Je houdt van film, je schildert, je speelt piano en je zingt. 2 jaar geleden won je The Voice Kids en je bracht toen je eerste single uit. Kanteetjes. Hoe belangrijk is het voor jou? Ik denk best wel belangrijk, want dat is opnieuw actie. Maar heb jij het gevolgd de voorbije jaren? Ja. Wat is je lievelingssong? Ik denk sowieso DJ Borny van Maneskin. Van Maneskin, ja. Maar Portugal ooit met dat klassiek liedje was ook heel mooi. En van Salvador Sobral? Ja. Ja, ja, dat is heel mooi. Er zijn echt mooie dingen. Er zijn goede songs, hè, ja. Arcade ook wel, hoor. Ja, Arcade, ja, ook heel mooi. Arcade is echt super. En ik heb ook zo'n fout nummer. Take Me To Your Heaven. Ja, dat is... Oh, nee. Charlotte Nielsen. Ja. Ik vind dat zo de kerstsong van... Kerstsong. Je hoort zo die belletjes. Ja, echt. En dat begint zo... Ja! En ik vind dat... Ja, daar word ik euforisch van. Heb jij zo'n songs dat je denkt van... Goh, misschien beter dat de mensen dat niet weten? Zo Guilty Pleasures. Guilty Pleasures, ja. Ah, dat heb ik echt. Ja, dat is... Oh, nee. Deel ze. Oh, nee. Het is echt een ramp. Nee. Hè? Maar soms, om te lachen, luister ik zo naar Lil Pump en 6ix9ine. Maar dat is niet vaak. Ken je Lil Pump? Gucci Gang, Gucci Gang. Ja, dat is keigoed. Maar dat is echt enkel wanneer ik voel me niet zielig, maar wanneer ik zo... Dan ben ik zo in de auto met mijn broer en zit allemaal, sorry, kutmuziek op. Ja. En dat is keileuk. Dan zijn we allemaal zo echt shitmuziek aan het viben. Alles kan je inspireren. Dat kan zijn van een film dat ik heb gezien. Dat kan van een andere muzikant. Een geluidje dat je hoort. Ik doe dat altijd met mijn papa. Dan zijn we zo in de keuken, dan kook ik zo. En dan beginnen ze, doen zo micro-jams, let's say. J'ai mal au pied. J'ai mal au pied. Oh, parfait. J'ai mal au pied. Ah, tiens. Oké. Jij bent de jongste op dit moment hier van ons allemaal. Wie is de oudste van de groep? Jij? Ik. Hoe jong ben je? 42. 42. Ja. Gevallen eigenlijk. Ja, top. Toch? Heel leuk. Zit er geen 42. Ja, maar merk je die druk dan? Want oh ja, dat is een soort van druk is, ja. Ja, ja. Het Songfestival, je bent er ook al geweest. Ja. Het zijn allemaal heel jonge mensen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar ik denk dat ik nog altijd wel jong van geest ben. En mits genoeg... make-up gaan we er ook waarschijnlijk van doen. Hoe is dat eigenlijk bij jouw vrienden? Want wat vinden zij van het Eurovisie Songfestival? Mijn vrienden waren kei supportive. Mm-hmm. Want ik wist niet wat ik moest verwachten van hun reactie of zo. Maar ze waren allemaal, oh, dat is keigoed, dat is keigoed. En zeker mijn kunstvrienden, van kunstschool en zo, ja, waren ook heel supportive. En dat heeft me echt, dat is me goed doen voelen. Dat was, ik heb de juiste keuze gemaakt. Ik denk dat het Eurosongfestival podium mij aantrekt omdat... Het is een heel groot publiek. Maar niet alleen daarom. Ik denk dat ze ook... Dat is een stapje dichter naar het internationaal gaan en zo. Welke boodschap wil je absoluut vertellen? Hmm.
De jeugd. Hoezo? De jeugd is kei belangrijk. De jeugd, als je erover nadenkt, is de jeugd de toekomst. Dus omdat dingen nu niet gaan hoe dat wij willen, dat ligt in onze handen. Als wij dat willen veranderen, moeten wij dat veranderen. De jeugd moet echt power nemen. Is dat dan nog altijd te weinig? Ja, voor bepaalde dingen echt wel. Zoals? Het meest voorkomende voorbeeld, klimaat. Er is nog niets gebeurd. Er is nog geen... Sorry, je moet nu echt radicale actie nemen. Het gaat te laat zijn. En je snap je? Nu dat we de kans toch hebben om iets goed te maken, moeten we nu dingen veranderen. Maar dat gebeurt niet. Dus de jeugd is echt... de fresh air, de ambitie, de dromen. Dat ligt allemaal bij ons. Is het Eurovisie Songfestival daarvoor geschikt om die boodschap daar te verspreiden, denk ik? Ja. Mm-hmm. Ja, wel, want zoveel mensen kijken naar je. Ik heb boodschapjes die ik wil delen. Dus, maar dit is één van de dingen dat me soms wel raakt. Hou het vast en pak het mee. De Songclub zit klaar voor de boodschap en de twee songs van Gala Drago. Eindelijk, Gala is aan jou. Mm-hmm. Twee Eurosongs ga je vandaag brengen voor de Songclub. Mm-hmm. Prachtig in het zwart. Dank je. Heel goed over nagedacht. Welk gevoel wou je absoluut in jouw songs leggen? Het is een beetje cliché, maar iets cools. Mm-hmm. En ik vind het wel leuk om mensen te raken met mijn muziek. Ik ben ervan overtuigd dat dat sowieso gaat lukken. De eerste song die je gaat brengen is Emotion Ollie. Mm-hmm. Het liedje is, ook als je de tekst leest, het heeft... geen verband met elkaar. Nee. En zoveel dat het eigenlijk een beetje coherent wordt. En daarom Emotion Ollie. Het oorspronkelijke verhaal. Maar ik weet ook niet wat in mijn kop was toen. Maar dat is wel leuk. Het oorspronkelijke verhaal van Emotion Ollie was dat... weet ik veel... het is te laat voor ons om actie te nemen en planten nemen over. Dus daarom, ik roep ook. Ik zing... I seek your devotion. Het is echt... I seek your devotion. Dat is dan wij daar een beetje huilen om... naar wie? Naar onszelf eigenlijk. Het klinkt zeer Gala. Ja? Dat is goed, hè? Okay. Ja, sowieso. Je gaat het brengen, ze gaan het allemaal merken, ze gaan het allemaal voelen. Okay. De Songclub zit klaar. Vlaanderen gaat kijken en luisteren naar jouw eerste song. Ik wens je heel veel succes. Thank you. Gala Dragout. Thank you. All the letters go sideways. I can't find another time to receive a prayer. What could go wrong in the cold maze? Never thought that I could creep on a Sunday. Don't come creeping on me, I'll come creeping on you. Don't you wanna bear a Romeo from the start? Don't come creeping on me, I'll come creeping on you. Heard you looking for a demon to die. Devoted to my
my own peace, why ask for more? I seek your devotion. I seek your devotion. Er is enorm geapplaudisseerd. Ze hebben het allemaal gevoeld. Tot in jouw persoonlijke muts die nu op het hoofd van Sherine staat. Frosch. Wat is dat met die muts? Frosch. Frosch. Gewoon frog in Duits. Ah ja, frosch. Oké. Okay. En brengt de kikker jou geluk? Ik denk dat deze kikker echt iets speciaals heeft. Want toen ik die zag, ik dat gekregen voor mijn verjaardag van Sophia. En toen ik dat zag... Dat. Want ik wou dat al jaren, ik wist niet waar ik dat kon. Je kon dat kopen op AliExpress, maar... Snap je? No offense. Zij mag hem voorlopig houden, maar jij gaat nu wel zingen. De tweede song van vandaag is Thank You It. Wat moeten we weten over Thank You It, Gala? Het is een term dat heel veel wordt gebruikt in heel België, denk ik. Ook bij in Vlaanderen, Thank You It. Thank You It. Voor de mensen die niet weten, van, die zeggen van... Ja, maar wat betekent dan Thank You It? Thank You It, dat is zo... Taket, maak je zorgen. Geen zorgen maken. Dat is een betekenis. Ja. Ik vind dat ook leuk dat we... Nee, dat moet ik niet zeggen. Dat is te veel uitleg voor niks. Er is nooit te veel uitleg. Ik kan het nooit goed uitleggen. Zing het. Zing het. Ze gaan merken. Voilà, ze gaan het merken wat het is. Je gaat merken, er komt een energy switch. En dan... Bam. Oké. We gaan het allemaal beleven. De Songclub zit klaar, Vlaanderen al helemaal. We gaan kijken en luisteren naar jouw tweede song, Thank You It. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Gala Dragut. And I can't
Don't you understand? My love, this feeling I cannot stand. Yes! Dank je, dat was intens, hè? Dat was heel intens. Dank je. Ja, heb je geamuseerd? Ja, ja, ik wil nog eens. Je wil nog eens? Ja, nee, dat mag niet eens. Eén keer. Dit was jouw podium, dit was jouw moment. Ze hebben het allemaal gezien. We love you, Dallas! Zo so mooi. Wauw. Intussen is Frosch verhuisd van het hoofd van Shireen naar het hoofd van Astrid. Maar goed, zometeen komt Frosch terug naar jou. Maar nu is het aan de Songclub. Jullie gaan zometeen één voor één opnieuw bij mij komen. En jullie gaan beslissen of het Thank Yet of In Motion Olly wordt. Tot zo, Dallas. De Starlings met Frosch op uw kopcadeau. Ja, dat is om haar talent over te krijgen, maar ik weet niet of het gaat werken. Daarnet hebben we Gala gezien. Jouw eerste impressie? Ongelooflijk, in de letterlijke zin van het woord. Dat meisje is kunst. Ik kan het niet anders uitleggen. Gala is echt wereldklasse. Ze is heel artistiek. Mm-hmm. Ze heeft heel veel talent op haar leeftijd. Ik kan er nog altijd niet bij dat ze 17 jaar is. Als ik zie waar ik was op mijn 17 jaar... Ik was niet daar. Nee, hè? Het is een combinatie van performance, vocal en song dat het heel uniek maken. Maar in eerste plaats zie je haar. Alles klopte perfect. Ja. Over de songs. De eerste was Emotion Olly. Ja. Vond je daarvan? Gehypnotiseerd. Mm. Je wordt zo in die dimensie meegenomen. Je zit daar en je denkt van, ah, wel ja. Een song die uitrolt en constant verandert en je meeneemt op een heel dynamisch verhaal. Vocaal heel mooi gezongen. Het is niet iets dat je al hebt gehoord. Nee. Maar net daarom dat het misschien ook wel kan uitspringen. En dan Thank Yet? Dat was echt een ervaring. Geen simpel liedje om te zingen ook, hè? Ja, daar hoorde ik ook al die... Oh, my. Ik voel echt haar stem, hoor, dat ze zo echt in de hoogte gaat. Dat brengt me zo een heel andere wereld. Ik was helemaal meegesleept, ja. Daarmee kon ze echt uw ziel raken. Zo. In één keer zat ze daarin zo. En stilletjes aan, doorheen het nummer, begon mijn hart verlamd te geraken. En alles begon te verlammen en ik zat daar zo... Wauw. Als je een heel duidelijk advies zou moeten geven, zou je voor song 1 Emotion Olly of song 2 Thank Yet gaan? Ik vind het een moeilijke, maar mijn gevoel zegt ik zou voor song 1 gaan. Dus jouw advies? 2. Thank Yet. Ja. Voor Eurovisie Songfestival denk ik dat de mensen het eerste meer gaan onthouden. Oké. Okay. Maar ik vind het tweede zo'n shownummer, zo... Ja, het pakt je op de adem. Je weet gewoon niet wat je aan het zien bent. En ik denk dat mijn keuze eigenlijk bij de tweede song zit. Wat we nu ook gaan beslissen, en wat zij ook beslist, ik denk, als ze kan gaan en als ze mag gaan, stuurt je vooral Gala. Ja. Ze hadden allemaal een mening, die mensen van de Songclub, en het was niet zo evident. Het advies zit in deze omslag. Gaan we aan jou geven? Gewoon kijken. Nog niet zeggen welk liedje ze gekozen hebben. Maar ik wil wel jouw reactie zien. Oh, Thank Yet. Thank Yet, de tweede song. Ja? Dat is goed. Je bent tevreden? Ja, want ik denk... Ik had al een beter voorgevoel dat dit meer Eurovision is of zo. Dus de Songclub adviseert Thank Yet. Ga je mee? Ik ga mee. Je gaat mee. Okay. Ik ga mee. We zien jou sowieso in de grote finale in Paleis 12 in Brussel. Live te zien bij ons op 1 met Thank Yet. Ik wens je daar Europees veel succes mee. Gala! Er is zoveel gebeurd in al die jaren Eurovisie Songfestival. En dit bijzonder verhaal wil je absoluut horen. Welkom bij What the Fact. Lieve vrienden van de Songclub, we spelen alweer een spel vanavond. Op deze tafel liggen nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 bordjes. Dat betekent dat er nog 2 verhalen zijn. Heel bijzondere verhalen uit de rijke geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. 3 bordjes moet je combineren en dan krijg je 1 verhaal. Oké, Gala. Jij mocht er eentje kiezen. Ik denk... want ik had ook gehoord dat iemand 2 keer is gewonnen in België. 2 keer gewonnen in België. En welk bordje hoort daar nog bij, denk je? Door de CIA. Door de CIA. Door de CIA. Die hebben daar iets gedaan. Hij heeft de echte fact. Ja? Oké.
Give it to us, Gustav. Het idee was dat Johnny Logan 2 keer gewonnen heeft en de laatste keer in 87 in België gewonnen heeft. Voilà. En de CIA hebben erbij. Oké, okay, we hebben hier 3 bordjes. 2 van de 3 zijn juist. Ah, voilà. Of misschien sponsoren, omdat het heeft heel veel geld gekost als België dat moest organiseren. Die 2 dingen kloppen. Okay. Dit klopt nog altijd niet. Ja, Jordanië dan. Maar hè? Misschien gaat het niet over Johnny Logan. Misschien dan. Sinds de start van Eurovision heeft er nog nooit iemand 2 keer gewonnen. Ah. Iemand anders 2 keer gewonnen. Ah, ja. Ah, ja. Ja. Oeh. Dat is fout. Ja, dat is niet. Jordanië. Dat is Jordanië. Ja. Jordanië. Oké. Okay. Oh. Ik kan zeggen, dit is juist. Maar wat maar is het hoe zit het in elkaar? Misschien, hè. Het is een dikke misschien. Hè. Ja. Maar misschien hebben België en Jordanië elkaar al 2 keer geholpen om te winnen door op elkaar te stemmen. Nou, het is wel zo. Jordanië heeft ervoor gezorgd dat België 2 keer het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft. Dus we hebben 1 keer gewonnen. Dat weten we nog. 1986, Sandra Kim. Maar daarvoor hadden we nog eens het Eurovisie Songfestival gewonnen. Maar, en dat heeft te maken met Jordanië. Maar ben je toch maar 1 keer gewonnen? In Jordanië heeft België 2 keer gewonnen. Wat? Ergens lang, lang geleden deed België mee met Jean Vallée. In Jordanië werd dat uitgezonden. Maar op een bepaald moment zag de Jordaanse televisie, die niet zo'n geweldige vrienden waren met Israël, die zagen van, die van Israël, die gaan winnen. Dat gaan we niet laten gebeuren. Dus net voor het einde van de puntentelling hebben ze de stekker eruit getrokken. De lokale Eva Daleman, omroepster, is op televisie gekomen, heeft gezegd van mannen, de stemmen zijn geteld en België heeft gewonnen. Hip hip, hoera. Om ervoor te zorgen dat ze nooit het idee hadden dat Israël het Eurovisie Songfestival had gewonnen. Nee. Dat kan niet. Ja. Was het op zijn minst een nummer dat we trots op kunnen zijn dat we gewonnen hebben? Het was Jean Vallée, het was van de RTBF, dus we kunnen daar trots op zijn. Ja? Zeker dan. Dezelfde kleur als Loredana. Oh, mooi. Voilà, laatste merkjes. Wow. Ik heb van alles meegebracht vanuit Los Angeles. Oh. En er is nog. Het is een heel speciaal kruidje. Ik ga het u al laten ruiken. Zo. Yes. Peter is bang. Wij doen dat op ons nog een fruit? Ja, wij doen dat op ons fruit. Dat is mango. Ik wel oregano, chili-achtig. Oh, ik wil ook... Maar wat zit er dan in? Welke kruid zijn ik heb dan? Geen flauw idee. Oh, ik ben allergisch van mango. Oh, oh ja, allee, wie durft? Moet ik een hele eten? Heel kleine stukjes. En hoe zit er in haar koppen? Ja, of als er iemand chips wil proberen. Hey, deze is keigoed. Ja, het is pas achteraf dat je zoiets hebt van... Oh, mijn tong staat in de vlieg. Mijn tong is verlamd. Deze was een plan van Astrid om ons allemaal uit te schakelen. En die gaat alleen in Paleis 12 staan. Zeg, Stef, even over jou. Hè. Want met al die kinderdingen zo... Crazy. En dan een senior van de groep even terug. Ja, dat gevoel eigenlijk. Maar je bent wel heel vroeg begonnen met muziek. Yes. Wanneer wist je van, oké, dit wordt echt mijn job? Ik wist al heel mijn jeugd dat ik muziek wou doen. Ik heb ook academie gedaan en piano en drum en alles gedaan. Maar ik denk op mijn 13, 14 ben beginnen schrijven, al voor andere mensen. En op mijn 15 was ik al in studio's aan het opnemen voor plaat van andere mensen. En op mijn 17 heb ik dan mijn eerste contract getekend als Stefan toen nog. Stefan was het? Ja. Ja, er zijn ook beelden van. Dat had ik voor gevreesd. Ja, prachtige beelden van. Maar we gaan even meegenieten. Oh dit is Stefan. Oh. Oh, God. 18. Hoe lang is dat geleden? Dat was 2000, dat was 19 jaar. Oké. Okay. Oh my God. Oh, en ik weet dat ik zo zoeter als hete saus. Ik ben zo blij dat ik kan zingen voor jou. Het is mijn eerste keer live op Cat & Co. Ik heb ook een single uit als je wil. Halen. Daarvoor een applaus voor Stefan! Oh, ja. Op een bepaald moment, op je 19e, ook, heb jij een zomerhit gewonnen. Mm-hmm. Voor beste debuut was dat. Ja. En dan daarna ook nog in een heel grote band, een alternatieve band, Hercules & Love Affair. Ja. En bam, je stond op alle festivals en in de grootste concertzalen van de wereld. Intussen ook al 2 keer op het Eurovisie Songfestival gestaan als achtergrondzanger. In 2018 met Senek en 2 jaar geleden nog met Hoeveel Van Ik. En het gekke is, dus Stef, Gustav, heeft nooit op het podium gestaan.
Ik heb het niet persoonlijk gepakt of zo. Bij Senek was het sowieso, waren we drie backings die haar versterkten voor de chorussen. Mm-hmm. Maar zouden we heel duidelijk alleen op het podium staan. Dat was ook op voorhand heel duidelijk. Yeah. En dan bij Hooverphonic was er eigenlijk al, denk ik, al een act afgesproken. En ik kwam al mee als vocal coach. En Alex had van, als je dan toch zei, zie je eigenlijk mee in het stand. dat was ook speciaal, want met anderen stond onder het podium, maar bij Hooverphonic stond ik echt achter een soort van bizar kotje met alleen maar heel goedkope zwarte doeken. Dat was volledig onglamorous wel voor het Songfestival, dus, maar dat was ook een ervaring, zeker. Maar je hebt dus sowieso al de achterkant van het Songfestival gezien? Ja, het is een persoonlijke vendetta geworden om nu op het podium te geraken dit jaar. Dat is de derde keer een goede keer. Het moet ooit eens lukken. Maar... Stef, je hebt met zoveel mensen gewerkt, maak ons eens gek. Wie heb je allemaal begeleid? Of waar ben je overal te horen op welke song? Bekende. Bekende. Hurricanes and Love Affair, de band waar ik gespeeld is natuurlijk een van de eerste dingen. Mm-hmm. Op een show van Karl Lagerfeld heb ik ook vocals en voor geschreven, bijvoorbeeld. Ik heb ook mogen ontmoeten in die tijd nog. Mm-hmm. Ook op veel Vlaams producties. Hè. Ik denk in de eerste plaats bands waarop ik heb gezongen. Zat Mama, Lala Lover. Maar ook voor Sandrine, Natalia heb ik backings gezongen. Ook, ik voel dat het iets gaat komen nu. En is er niets aan de hand nu? Als ik Willy Sommers ja, hoor, dat wist ik. Laat de zon in je hart, ik hoor jou altijd. Dus als een koor van drie mensen, dat is de onderste stem in het koor. Onderste, hoe klinkt dat dan? Laat de zon in je hart, ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Ja. Maar ik heb Willy Sommers nog nooit ontmoet, by the way. Dat meende niet. Nee, studiowerk is gewoon met de producer en met de songwriter. En je denkt die stemmetjes, maar je ontmoet nooit de artiest natuurlijk. Maar bij deze oproep aan Willy, als je toch eens een keer wilt goeiedag komen zeggen, dat is weer. Yes. Zeg maar nu, je bent niet langer Stef, het is echt Gustav, een heel duidelijke, ja, een duidelijke imago. Wat is het grote verschil tussen Stef en Gustav? Wat je hebt gemerkt waarschijnlijk, bij mij is kledij een grote expressievorm. Mm-hmm. En ik denk gewoon, op het podium word ik een uitgrote versie van wie ik ben. Ik wou bewust dat Stef een verhaal achter mij laten, vandaar de naam Gustav. Het was een toffe periode, maar ook wel nog altijd een moeilijke periode als artiest. Maar ik voel dat het idee van die queer identity op een podium staan, die waren nog heel hard tegen elkaar aan het botsen in die tijd. En dan in 2012 ben ik door een toeval bij Hercules and Love Affair terechtgekomen. Een queer collectief dat echt wel internationaal bekend was. Ik heb met die groep 6 jaar getoerd. En dat was voor mij een beetje de eye-opening experience, omdat die zeiden tegen mij van let it go en doe deze legging aan. Bij wijze van spreken. Hoe is dat bij jou, Gala? Op het podium, ben je iemand anders dan daarnaast? Ik denk van niet, want ook toen ik van het podium ging, dan zeiden de mensen zo, ja, het is goed dat je jezelf ook blijft op het podium. Dan denk ik wel dat ik best gelijkaardig ben. Er komt iets los of zo. Wie is de grappigste artiest of artiesten waar je mee gewerkt hebt? Voor mij is dat Sandrine. Dat is ook een heel goede vriendin van mij natuurlijk, maar die is echt hilarisch. En wie is de meest ernstige performer? Want dat is echt zo van... Het is een echt zo smerige vraag. Ik heb geen job meer na deze. Dat is eigenlijk de bedoeling. Genoeg vragen. De Songclub gaat kijken en luisteren naar Gustav. Zeg maar, kijk eens aan, lieve vrienden van de Songclub. Ik heb een hoed en daar zit een Gustav onder met heel veel kleuren op de kleren. Yes. Echt goed gedaan. Dank je wel. Het is aan jou. Mm-hmm. Ja. Wat moest er voor jou absoluut in je Eurosong zitten, Gustav? Wel, het nummer is eigenlijk geschreven omdat ik de laatste jaren als DJ en artiest veel heb gewerkt op queer events, gay prides en al die soort van evenementen. En ik had daar een grote sense of community, een gemeenschap die elkaar upliftte, die dat elkaar versterkte. Ik zag daar heel veel celebration. En ook in het nummer gaat erover, over de celebration van wie we zijn. En ik wou sowieso een heel positieve boodschap erin steken, want because of you, die you, dat kan in mijn geval gaan over mijn eigen gekozen family, maar dat kan ook gaan over iets spiritueels, je partner, familie, vrienden. Het gaat gewoon over celebrate wie dat heeft geholpen om te staan waar je nu staat in het leven. Een heel persoonlijke betekenis, maar ook meteen zeer universeel. Absoluut. Ook dat is zeer Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. Slim gedaan en hopelijk vinden ze het ook plezant. We gaan kijken en luisteren naar Because of You van Gustav. Veel succes. Dank je wel. And it's all because of you.
Ik heb ze zien dansen en ze zeggen me altijd bij Eurovisie Songfestival liedjes: je moet dat refrein, je moet dat veel herhalen. Ja. Hoeveel keer zing je Because of You? Ik heb nooit geteld, maar het is inderdaad, ik heb er heel diep op gelegd. Dat weet ik zeker. Ja. Dat komt er al helemaal. Dit was je eerste song. Hoe voelde het? Goed. Ja, ja, uiteraard even 150% rush van adrenaline door je lijf, maar ja. Het ging. Ja. We gaan het laten bezinken. De Songclub gaat het laten bezinken en de kijker ook. Want morgen, morgen dan breng jij je tweede song, The Nail. Al een klein tipje van de sluier? Het zal een iets meer donkere song zijn dan Because of You. Oké, okay. Geen probleem. Komt goed. Morgen dus, Eurosong 2023 met Gustav, onder andere. Na de Songclub heeft Gala nog een zangexamen in Brussel. Maar ze is haar jas en haar sleutel kwijt. Gala? Komt het goed? Iemand schelde een jas. Hoe zag die jas eruit? Zwart. Je weet wel, die zwarte lange. Misschien moeten mij helpen zoeken. Is het een bosspel geworden opeens of zo? Nee. Ja, ik had die aan voor de foto. Dat kan toch niet? En mijn sleutel zit daarin. Dit is real reality. Of misschien zat de sleutel toch niet in de jas. Oké, oké, oké. Het was niet de jas die ik kwijt was. Alright. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, ik ben er in 3 minuutjes. Ik laat de sleutel hier. Als ik die meepak, zie ik die niet meer. Taxi is er al. Elle pas trouvé sa moto. Met alles bij. Oh my god, ja. Yeah. Oh, dat is een vrouw. Yes, 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 yes. Doe dat goed, ze biedt, hè. Dank je wel. Ga goed thuis, straks, hè. Bye bye. Ciao. Tada. Ga dat goed doen. Dat kei goed doen. Zeker van. Drive the nail through me. Just
Morgen brengt Gustav zijn tweede song. En is het aan de Starlings. Nu zaterdag zie je de grote live finale op 1. En jij beslist mee. Om te kunnen stemmen maak je nu al een profiel aan op VRT Max. En voor meer Eurosong luister je nu naar Radio 2 of morgenmiddag naar M&M.